Ik heb twee gasten aan de bar die Hans en Geerten vervangen. En ik begin aan voor mij linkerkant, voor de kijker rechts, Roderick Velo. Goedenavond, Roderick. Bart. Goedenavond. Welkom terug. Je was hier recent ook. Op de avond dat wij aftrapten dat we deze avond gingen houden. Ja. En je wilde er graag bij zijn, want jij bent een enorme Amerika-liefhebber. Ja, ik kom er heel graag. En ik vind het fascinerend wat er de afgelopen 4 jaar gebeurd is. Vooral Trump. Ik hoop dus dat we nog zo'n 4 jaar krijgen met Trump. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar daar kunnen we het later over hebben. Ik lees veel over dat land. Ik luister ontzettend veel radio en podcast uit Amerika. Het is het land waar het gebeurt, waar het als eerste gebeurt. En daarna komt het heel vaak naar Europa en verspreidt het zich over de rest van de wereld. Dus mijn fascinatie is heel groot voor Amerika. Want de laatste jaren zijn veel van die dingen die onze kant op komen. Zijn SJW, de woke cultuur, de cancel culture. Wat jullie in je podcast, de TPO podcast ook vaak bespreken. Ja. Dat is Amerika ook een beetje als een soort waarschuwend voorland. Waar we... Ja, zeker. Er gebeuren daar niet alleen maar goede dingen. Jij noemt net de social justice warriors, de hele identiteitspolitiek die daar heel erg op leven en dood bijna wordt gevoerd. De hele Black Lives Matter beweging die hierheen komt, dat een typisch Amerikaanse beweging is, maar toch de oversteek maakt naar Europa en ook naar Nederland. Dus dat is een land om heel goed in de gaten te houden. Ja, ja, ja. Aan mijn andere kant zit de heer Theodor Holman, ook al eerder te gast geweest hier. Welkom. Ja, dank je Bart. Ik ben wel de oudste hier. Hè. Iedereen spreekt me aan met u en maakt ruimte voor mij. Ja, ik krijg gratis mondkapjes aangeboden. Ik moet in een tochtige ruimte in mijn eentje zitten. Ja, dat gaat heel goed. Maar dat komt ook omdat jij als een van de enigen op voorhand heel duidelijk zei, jongens, hoe coronaproof is dit? Want ik ben ook een wat oudere man. Ja, dat klopt. Dus ja. Vind je het een beetje coronaproof? Nee, fantastisch. En niet te koud bij het open. Ik had graag dichterbij Roderick gezeten, omdat ik een grote bewonderaar van hem ben. En vind het altijd heerlijk om naar hem te luisteren. Is er iets met het geluid of niet? Het is hier geweldig coronaproof. En wat is jouw band met Amerika? Waarom vind jij deze verkiezingen interessant? Of dit land interessant? Nou, ja. Kijk, wie 1 keer naar Amerika is gegaan. Ik heb het geluk gehad om daarheen te gaan en meteen naar New York te gaan. Dat is Amerika niet. Maar toen ik in New York was, had ik echt het gevoel dat ik leefde op een hele andere manier. Dat had ik ook wel gehad toen ik met mijn school naar Rome ging en later naar Parijs. Maar in New York... Daar had je echt het gevoel, deep down, ik kan het hier inderdaad ook maken. Dat heb ik echt, dat gevoel heb ik altijd gehad. Ik sprak de taal, ik kende de winkels. Ik had, als ik in het museum was, het gevoel ook dat ik al eigenlijk om de hoek woonde. Dat vind ik dus geweldig. Ik las er graag over. Ik hou van de Amerikaanse kunst, hoe idioot ook. Ik hou van de Amerikaanse films. En ik heb vaak gezegd, eigenlijk... Mijn hele jeugd en mijn ouders die waren ook geobsedeerd door Amerika. Op een rare manier, maar goed. Mijn hele jeugd ben ik eigenlijk Amerikaan en ik ben het nog. Ik lees Amerikaanse boeken. Ik draag nu niet toevallig, maar of wel een beetje. Ik draag Amerikaanse kleren. Noem maar op. Ik kijk Amerikaanse films. Mm. Die hebben ons ook enorm beïnvloed. Dus dat is mijn band met Amerika. Je hebt je gewoon een beetje in laten pakken, wil je eigenlijk zeggen. Hoezo? Nou, je noemt allemaal dingen op die een beetje... Dit kun je ook als een negatieve uitleg van het land geven. Omdat het een soort Amerikaans imperialisme is. Amerikanen vinden zichzelf uitzonderlijk. Vinden Amerika uitzonderlijk. En er zijn mensen die niet zo fan zijn van Amerika die dat verschrikkelijk vinden. Ja, maar ik vind helemaal niet dat Amerikanen zo uitzonderlijk zijn. Als ik daar ben, dan... De eerste keer dat ik daar was, iedereen vraagt meteen waar je vandaan komt. En wat doe je in Holland en zo. Ja, maar je hebt een kleurtje. Ik zeg, ja, ik heb waarschijnlijk ouders die komen uit Indonesië en zo. Dat vonden ze geweldig leuk. Dat vond iedereen interessant. Want ik kreeg die vraag vaak. Iedereen vond dat leuk. Later ben ik naar verschillende filmfestivals gegaan. Onder andere in Utah. En dan kom je met een ander Amerika in aanraking. En dan zie je echt al die merkwaardige denominaties. Die je daar gelovige denominaties die je daar hebt. En dat is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd zo waanzinnig interessant. Want daar zie je echt een dorp. Dat bestaat uit 15 caravans. En 1 man. En in elke caravan, daar woont een vrouw.
van hem. Mm-hmm. Weet je wel? Dus dat zijn de mormonen die daar dan zitten. Maar de mormonen op zichzelf hebben ook weer verschillende denominaties. Ze hebben daar ook woningen. Je kan daar langs huizen rijden die dan op de tweede verdieping, boven de begane grond, dan heb je ineens een deur die in de lucht hangt. Ja. En daar kan dan nog een deel aangebouwd worden als er nog een vrouw bij komt. Dat mag nog in Utah, ja. Dat is geweldig, weet je. Dan is het geweldig misschien. Ja, dat is, ik vind dat heerlijk. Daarom vind ik, begrijp ik je fascinatie voor Amerika ook zo. Toen, ik weet nog wel dat vier jaar geleden was Trump president geworden. En ik denk, nou, ik wil er toch wel eens wat over lezen. Maar wat? En ik keek toen van books over Trump bij Amazon. En ik kwam daar niet meteen. Maar toen waren er al 4000 titels over Trump. Nu, ik heb vanmiddag weer gekeken. Het is echt ontelbaar. Ja. Er zijn er, ik geloof, 30.000. 30.000 titels die er al over gaan. De man draait al een tijdje mee ook natuurlijk. Ja, hij was al een cultureel icoon. Mee. Denk je dat hij herkozen wordt vannacht? Of überhaupt, want het kan even wat langer duren. Ik denk dat we vannacht geen winnaar gaan verwelkomen. Ik denk dat dat nog wel een tijd duurt. Voor de catharsis van deze show hoop ik van wel. Maar jij kijkt er duidelijk dus van een wat meer schrijversblik, wat we van jou gewend zijn, wat dichterlijker naar. Roderick heeft een wat journalistiekere blik. Ja. En wie denk jij dat er gaat winnen? Ja, het is natuurlijk, niemand durft het te voorspellen. Dat is volgens mij, daar is alle reden voor. Ik las gisteren de polster, opiniepeiler, is het goede woord natuurlijk. De opiniepeiler die het 4 jaar geleden als een van de weinigen goed had. Want iedereen zat ernaast, zoals we weten, 4 jaar geleden. En dat is een man, dat is van de Trafalgar groep. En die zegt, die polls die we nu zien, die zijn niet goed. Waarom zijn ze niet goed? Omdat de mensen, als ze gepolled worden, dus gebeld worden, en dan geven mensen sociaal gewenste antwoorden. Ja. En het sociaal gewenste antwoord is natuurlijk nu vooral Biden. Dat was misschien Trump 4 jaar geleden, maar dat is nu Biden. En dus de polls vertekenen in zijn idee. En hij zegt zelf dat nu weer gaat gebeuren, dat Trump weer de president wordt. Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ik hoorde volgens mij Geerten al iets zeggen over de teleurstellingen die er waren onder de Trump-stemmers die 4 jaar geleden Trump hebben gestemd. Dat er toch te weinig van hun wensen zijn ingewerkt. Je moet niet vergeten dat 4 jaar geleden is er een groep gaan stemmen die bijna nooit stemde. Die zaten in een stoel en dat was het en verder klaar. Maar door die enorme campagne voor Trump en ook door zijn aanwezigheid en door een hele goede campagne ook van conservatieve media, talkradio vooral, zijn die mensen uit hun stoel gegaan en zijn ze gaan stemmen. En de grote vraag is of die mensen nu weer toch naar de stemmen gaan. Er zijn natuurlijk twee motieven te bedenken. Ook degene die op Trump gestemd hebben in 2016 en nu een beetje teleurgesteld kunnen zijn over hem, die kunnen nog steeds het motief hebben om per se nog steeds geen Biden of een Democrat candidate te willen hebben en om die reden alsnog uit hun stoel komen om op Trump te stemmen. Maar die heeft er hem wel nodig om dit te kunnen winnen. Ja, zeker. Maar het is de mensen die geen zin hebben om normaal gesproken naar een stemlokaal te gaan, dat zijn echt mensen die het echt ook niks kan schelen. Dat zijn Amerikanen, die hebben niet zoveel met de overheid. Weet je? Die denken, die hebben niet weinig geloof in de overheid, dat de overheid echt iets kan veranderen. Zoals wij in Europa. Dus ze gaan dan liever niet dan dat ze wel gaan. Ze hebben er gewoon geen fiducie in. Nou ja, dat zal ook een groot probleem worden voor Trump als hij herkozen wordt. Hè? Want de economische situatie is nou verschrikkelijk. Mm-hmm. Ook voor Amerika. Investering gedaan van $1000 miljard, geloof ik. Onvoorstelbare bedragen. Die moeten op een of andere manier terugkomen. We hebben destijds Roosevelt gehad met de New Deal. Dat ging ook maar 100 dagen goed. Daarna mislukte dat ook. Kennedy heeft exact hetzelfde geprobeerd, ook als democraat. Nu heeft hij maar 1000 dagen geregeerd. Ging ook niet echt goed. Lyndon Johnson heeft dat toen moeten afmaken. Het is altijd moeilijk. Vooral wat jij zegt, wat Roderick zegt. Die verhouding die Amerikanen hebben met de overheid. Wil je dit weer goed maken, dan zal je enorme overheid moeten hebben. En dat wordt problematisch, ook voor Trump. Want wat gaat hij doen? Hij heeft het nou kunnen redden door tax cuts, door belastingvermindering toe te passen.
Daarmee kon hij ook zeggen, heb ik meer banen gecreëerd, wat zo is. En hebben en door heel vaak China te zeggen. China te zeggen. En hebben de laagste klassen het ook beter gekregen. Want minder werklozen, klopt. Maar ja, op een gegeven moment gaat het niet meer. Want er komen nu ook minder belasting binnen bij de overheid. En dat moet toch op een of andere manier, moet er iets mee gedaan worden. Minder belasting betekent minder gezondheidszorg, betekent minder wegen, weet ik veel, infrastructuur. Ik ben geen econoom. Maar in ieder geval, hij zal een groter beroep dan op de overheid moeten doen. En dat wil hij niet. Dus dat kan nog een interessant iets worden als hij herkozen wordt. Nou ja, hij laat nu in zekere zin met de coronasituatie ook zien dat hij als overheid, hij heeft wel een kernteam, dokter Fauci, hij heeft zijn mensen. Wordt ontslagen. Ja. Maar, ja. Maar hij heeft, ja, het zou goed kunnen, maar of is dat al een feit? Ja, vandaag. Gezegd. Oh, ja, echt waar? Ja. Oh, dat heb ik, sorry, dat is me ontschoten in alle. Ja. Maar hij heeft een klein kernteam, maar verder is zijn boodschap toch vooral heel sterk van jongens, laat je niet door het virus ronde krijgen. Hij predikt juist weinig overheidsvermoeienis, ook met zo'n virus. Dus ook weinig belasting gaat in wezen wat hij er tegenaan gooit. Ja, wat volgens mij de kernvraag is of ze hem de schuld ervan geven. Er zijn 200.000 mensen overleden aan COVID daar. Wat Theodor zegt, die economie ligt volledig op zijn gat. Er is wel enig herstel nu. Maar de enorme grote hoeveelheid werklozen, mensen zonder uitzicht. Als zij hem de schuld daarvan gaan geven, als ze niet iemand anders hebben om de schuld te geven, dan gaat het denk ik niet lukken met Trump vanavond. Ja. En wat moeten ze met Biden? Weet je wel, helemaal niet. Niemand, ik geloof dat zelfs in Nederland, kan jij de 5 grote programmapunten van Biden opnoemen? Trump sucks. Ja. En ik wil Obamacare terug. Ja, dan heb ik er nog één over, die mogen jullie zelf invullen. Nou, ik zou het ook niet weten. Niemand weet het. Dat krijg je ook nooit te zien. Hij zegt alleen maar over hoe erg Trump is. Maar voor de rest, we weten niets over Biden. Terwijl omgekeerd over Trump kunnen we een heleboel dingen zeggen. Hij heeft er ook over gepubliceerd. Hè? En al die boeken die hij heeft geschreven. Laten schrijven natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, daar legt hij zijn agenda helemaal bloot. Wat hij wil, ook met alles. Nee. En dat is er allemaal voor een deel mislukt. Maar ja, hij heeft er toch wel een poging. Dat is interessant bij Trump natuurlijk. Dat hij heeft een hoop dingen gezegd en ook best wel een aantal van die dingen gedaan. Ja. En gewoon vrij recht door zee. Oh, jullie willen het niet, maakt niet uit. Ik ben president, ik doe dit gewoon. Ja. Het enige wat er niet staat is die muur, bij wijze van spreken. Ja. Tussen Amerika en Mexico. Ja. Ja. En daar krijgt hij geen credits voor. Eigenlijk wat je nu ziet, het is vanavond volgens mij ook al eventjes genoemd. Maar de reuzenstappen die er nu gezet worden in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld Israëlische vredesverdragen. Ja. Met tal van Arabische landen, wat echt niemand voor mogelijk had gehouden. Zelfs in Libanon en Syrië wordt er nu nagedacht over een eventueel vredesverdrag met Israël. Dat doet hij allemaal achter de coulissen. Dat doet zijn schoonzoon. Jared Kushner, de volgende president van de Verenigde Staten. Ja, dat zou best kunnen, ja. 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 Maar dat zijn zulke enorme stappen. En daar krijgt hij geen erkenning voor. Terwijl dat enorm grote stappen zijn die daar worden gezet. Dus ik vind dat onterecht dat hij het beeld wat er nu ontstaat van Trump. Er wordt mij een papiertje aangereikt. Gewoon door blijven praten dan, hoor. Oh ja. Ja, sorry, ik ben niet de ervaren presentator. Wij geven je wel les. Ik ben geneigd om dat briefje eerst even rustig te gaan lezen. En dan ga ik daarna jullie uitleggen. Nee, dus de camera loopt nog. Maar terug naar Roderick's punt. Dat is inderdaad, als er in Camp David wel van overleg is tussen Israël en Palestina om vrede te stichten. We hebben dat president na president na president gezien. Is steeds mislukt. Er is nog steeds geen vrede tussen Israël en Palestina. En nu is Trump via andere routes inderdaad allerlei Midden-Oosterse landen erbij aantrekken. Proberen om die een beetje wat positieve blik op Israël te geven. Is heel kort door de bocht wat ze aan het doen zijn. En ik begrijp nu niet zo goed, want ik ken die hele situatie nou ook weer niet zo goed, wat er daar aan de hand is. Terwijl Camp David kreeg je alle notulen stonden uitgespeeld in NRC Handelsblad. En nu wordt er een megadeal gesloten en je moet Al Jazeera aanzetten of all stations om te weten wat daar een beetje gebeurt. Ja, ja. Nou, wat Trump mist natuurlijk is een gunfactor. Dat is het grote probleem van hem. Hij vecht zich de erkenning eigenlijk, doet hij zijn hele carrière al. Hij vecht voor zijn erkenning. Ja, maar niemand gunt hem iets eigenlijk. Je denkt eerder van wat een ego. En laten we hem negeren. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Want de man heeft een enorm ego. Ja. En dit is eigenlijk internationaal gezien, die deal die hij in het Midden-Oosten heeft gemaakt, is een ongelofelijke, echt een ongelofelijke deal. Terecht dat hij zegt, de Nobelprijs voor de Vrede, die moet ik eigenlijk hebben. Ja. Ja, iedereen vindt dat hier belachelijk en idioot. En,
die moet je helemaal niet hebben. Maar dat moet dat meisje van 15 hebben. Ja. Die zegt de wereld gaat ten onder. Terwijl hij de wereld letterlijk van een ondergang redt. Ja. Door een deal te maken in het Midden-Oosten met Israël. Ja. Je moest dus weten hoe blij ze in Israël zijn met die deal. Ja. En hij is ook nog eens de president. De enige president die niet een oorlog begonnen is. Hè, ja, in zijn termijn. Hij heeft daar zo'n enorme hekel aan. Ja. Ik heb hem een keer gehoord. Toen was hij echt geëmotioneerd over het moment dat hij bij zo'n grote kist staat. En daar komen de lijkenkisten met Amerikaanse soldaten naar beneden. En dan staan die ouders staan erbij. Daar heeft hij over verteld. En dat heeft hem zo geroerd. Eigenlijk. Ja. Dat vond hij zo moeilijk om te doen. Het is ook een hele emotionele man. Ja. Dus dat zegt iets over ook hoe hij dus... een hekel heeft aan oorlog voeren. Ja, maar dat klopt ook. Want het is hij in een van die boeken die ik over hem heb gelezen, daar staat ook in dat puur zakelijk dat Amerika veel te veel geld kost. Hij zegt dat die oorlog heeft ons 60 miljard gekost. Die oorlog heeft ons 120 miljard gekost. De bedragen die verzin ik nou, die komen uit mijn duim, maar je begrijpt hoe. Die... En hij zegt, wat hadden we voor dat geld niet allemaal kunnen doen? Ja. Ongelooflijk, als we die rare oorlogen niet waren begonnen. En dan zijn we ook nog in de NATO, waarin wij de enige zijn die het geld betalen en de anderen niet. Ja. Moeten we dat ook maar goed vinden? Ja. Hij zegt, America first betekent in ieder geval geen oorlog voeren waar we niets mee te maken hebben. Terug naar het isolationisme, wat hij ook zeker wil. Gewoon waar hij zelf weer de dienst kan uitmaken en zelf kan bepalen hoe of wat. En dat wordt enorm, ik denk dat enorm onderschat wordt. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een hork en een... en een rare gek en weet ik veel wat. Hey jongens, we hebben een... Ik hoor een... Er gaat hier een belletje. Er gaat hier een belletje. Oké. Okay. Een belletje. Goedenavond. Dat zal Pieter Omtzigt wel zijn. Ja. Goedenavond. Tring. Ja, hallo. Ik kan deze gewoon weer weghangen, want dit is een... ik leg hem over de zekerheid naast. Pieter, kun je ons horen? Ik hoor jullie al een hele tijd. Goedenavond. Ja. Oh. Ik sta een beetje over mijn iPad gebogen om te vragen waarom die telefoon maar niet rinkelt. Maar daar ben je. Goedenavond, Pieter. Welkom. Goedenavond. Dank je dat je er even bij wil zijn. Jongens van de techniek, ik hoor hem hier niet zo goed. Misschien moet ik er dichterbij gaan staan. Het is mijn computer waar ik tegenaan praat. Ja, ik hoor een speaker ergens in de regieruimte, maar niet hier in de studio. Jongens, kunnen we daar nog even iets aan doen? Want ik versta jou wel, Pieter, maar heel zachtjes. Ja, wij niet. Beetje. Een klein beetje. Maar... Pieter, waar hoop je op? Op Biden of op Trump? Nou, ten eerste hoop ik op een ordentelijk... Ik ga een heel raar antwoord geven, maar ook ten eerste op een heel ordentelijk proces. Ja. Ja, want dat is een beetje... Ben ik van geen van beide kandidaten nou echt warm geworden de afgelopen tijd. Ook niet van Biden? Als dit de twee beste kandidaten zijn die het Vrije Westen moeten leiden. Twee mensen die ver in de 70 zijn. En waarschijnlijk 20 jaar geleden beter in staat waren geweest om een land te leiden dan dat nu zijn. Dan begint dat meer te lijken wat ouderdom betreft op het oude politbureau van de Sovjet-Unie. Dan op het land wat altijd hoopt op een betere toekomst en dat het morgen beter gaat dan vandaag. Wat verwijt je Trump, die de afgelopen 4 jaar aan het bewind is geweest, wat verwijt je die ongeveer allemaal? Nou, waarom zou ik hem verwijten? Dat moeten de Amerikaanse kiezers maar doen. Je wordt van beide niet warm. Van beide word je niet warm of vind je eigenlijk niks. Maar wat is precies je kritiek dan? Trump is er niet in geslaagd om een soort leider te zijn van zijn land. Wel een leider te zijn van zijn eigen achterban. Dus datgene wat denk ik belangrijk is voor een verdeeld land, is dat je ook een hand uitsteekt en dat degene die niet op jou gestemd hebben ook het gevoel hebben dat je voor hen opkomt. Ik denk dat hij dat licht onvoldoende gedaan heeft als je kijkt. Wat verwijt ik hem? Dat. En ik denk dat hij de coronacrisis niet 100% lekker doorgekomen is. Maar daar is hij nou niet speciaal de enige in de westerse wereld die het niet goed lukt om dat onder controle te krijgen. Nee. Het valt mee. Want als ik je zo hoor, als ik je mag zeggen. Het valt mee. Tuurlijk. Het valt mee wat je zegt. Het valt mee. Je zegt, het is niet de leider van de westerse wereld die we ons voor ogen hadden, met een blik op de toekomst. Maar je zegt, hij heeft zijn achterban misschien wel goed bediend, maar de rest van de Amerikanen niet. Ja,
vind ik niet zo heel... Hij wist één ding, had hij beter door dan, denk ik, een aantal anderen. Misschien één andere presidentskandidaat had dat ook wel door, Elizabeth Warren. Ja. En dat is die verarmende middenklasse. En die is in de westerse politiek ontzettend vaak vergeten. Namelijk gewoon de werkende man die het gevoel heeft dat hij 30 jaar geleden makkelijker vooruitkomt dan hij nu vooruitkomt. Die het gevoel had dat je 30 jaar geleden een woning kon vinden. Dat je 30 jaar geleden een vaste baan kon vinden. Dat je 30 jaar geleden een familie kon beginnen. Dat je 30 jaar geleden het lukte om je kinderen te laten studeren zonder dat er grote studieschulden ontstonden. En dat is een probleem dat niet alleen in de VS speelt. Dat is een probleem dat in de hele westerse wereld op dit moment speelt. En hij was eigenlijk de eerste politicus die een appeal deed op dat gevoel van ik ben er ook voor. Dat was ook dat fameuze wat Bill Clinton aan Hillary zei vlak voor de verkiezingen van... En wat ga je tegen die 50-jarige witte man in Michigan zeggen op de Rust Belt? Die gewoon zijn hele leven keihard probeert te werken en vooruit probeert te komen. Of ben je alleen bezig met elke special interest group die er op deze wereld bestaat? Ja. En wat dat betreft zie ik wel parallellen in heel veel westerse werelden. Is het in Frankrijk waar de gele hesjes de straat op gaan? Ja. En zeggen van jongens, je vergeet ons totaal. En ook hier is er een veel te grote groep ontstaan die we dan... aanduiden met flexibele schil op de arbeidsmarkt. Ja, ja. Ja, flexibele schil betekent dat je bij een coronacrisis als eerste eruit vliegt, terwijl de piloten van KLM onder de NOW-regeling kunnen vallen. Die flexibele schil is niet waar je wilt zitten in zo'n crisis. En ook hier heb je moeite om een huis te vinden. Dus dat is het gedeelte waar Trump een appeal op gedaan heeft. Ja, heeft hij dat goed gedaan of niet? Ja, toen kwam natuurlijk de hele coronacrisis doorheen. Dus als je het huidige werkloosheidspercentage bekijkt vergelijk met 4 jaar geleden, is het natuurlijk geen feest. Maar dat zullen hun achterban hem ook wel vergeven. Want daar heeft de rest van de wereld ook last van. Ja. En Joe Biden, ja jongens, Joe Biden deed al mee in 1988. Hij al eerder zelfs. Was ook echt in de lagere school, denk ik, ergens. Ja, ik zag een grap voorbij komen dat de Amerikaanse Republiek bestaat sinds 1776. Dus dat is zo'n 240 jaar. En 47 jaar daarvan heeft Joe Biden in de Amerikaanse politiek gezeten. Wat dus 20% van het bestaan van dat land is. En nu loopt die man te pleiten dat hij voor change gaat zorgen. Ja, sorry, maar na een halve eeuw politiek actief zijn, geloven denk ik niet zo heel veel mensen daar nog in. En als dat ook het beste is... Oh ja, ik probeer het ook nog steeds om te zeggen dat ik hier een buitenstaander ben in Den Haag. Terwijl ik even langzittende Kamerleden ben. Dus ik wil liever dat je hier niet over begint vanavond, Bart. Want dit is gewoon een unieke point. Dan wijzen we altijd naar Geert Wilders, die natuurlijk ook altijd net doet alsof hij een outsider is, maar nog langer rondloopt dan jij. Ja. Ja, kijk, dat is natuurlijk het briljante wat Trump doet. Trump draait de hele rollen om en zegt nu dat hij nog steeds een totale outsider is, terwijl hij 4 jaar lang de machtigste positie van het Westen bekleed heeft. Dat is, politiek strategisch best wel slim hoe hij dat gedaan heeft. Ja. Pieter, als ik aan Trump in Europa denk, dan zie ik Trump vooral ook Europa bezoeken in NAVO-verband. Dat hebben wij allemaal gezien op televisie. Vind jij dat Nederland, dat Europa, Trump goed heeft ingeschat? Nee, er is te lacherig gedaan. Hij is gewoon de president van de Verenigde Staten. En in de NAVO-verband heeft hij natuurlijk gewoon volledig gelijk gehad dat hij tegen de rest van de NAVO op een gegeven moment zelfs briefjes begon uit te delen hoeveel geld ze nog zouden moeten overmaken naar de NAVO. En er werd heel lacherig over gedaan, want diplomatiek gezien is dat niet de manier waarop je gedraagt. En Trump heeft sowieso niet zich gedragen zoals dat in politiek precies zou moeten. Maar natuurlijk intellectueel gewoon gelijk. Wie hebben het meest geprofiteerd van de NAVO? Dat zijn de westerse landen die feitelijk geprofiteerd hebben van de paraplu van de atoombommen van de Verenigde Staten. En tegelijkertijd betaalde de VS en deden de VS ook al het werk. En hoewel ook de voorgangers van Trump dit net zo hard zeiden, ik bedoel ook Barack Obama heeft het regelmatig verteld, was het Trump die echt nog wel even iets harder ging, omdat hij hier gelijk had. En jullie hebben net al gerefereerd aan wat hem gelukt is met een aantal vredesverdragen tussen de VS en... tussen Israël en een aantal Arabische landen. Dat is knap. Nou win je daar niet altijd verkiezingen mee. Ik bedoel, Jimmy Carter heeft het ook wel eens gedaan. Dat heeft hij toen heel knap gedaan in Camp David. Dus ik weet niet of het hem dit keer lukt. Dit maar is de reden dat knap gedaan. En wat ik interessant vind aan de verkiezingen zijn een paar dingen. A, ik word van geen van beide kandidaten echt warm.
B, het is niet echt duidelijk wat de programma's van beide kandidaten zijn voor het land. Ja, misschien beter nog voor de rest van de wereld dan wat ze in het land willen. Dus het is een heel persoonlijke campagne geworden. Het is lastig om te voorspellen, omdat de peilingen onder Trump nog onbetrouwbaarder geworden zijn. Ja. Wat zou voor Nederland het beste zijn? Goeie vraag. Ja, het beste. Biden of... Ik denk dat hier in Den Haag met veel mensen Biden gezegd wordt. Omdat daar de hoop is dat dat... maar wees ervan overtuigd dat ook Biden redelijk hard naar Europa zal zijn. En dat, dat het politieke gewicht van Europa gewoon al 30 jaar lang elk jaar een klein stukje aan het afnemen is. En dat is iets wat we ons hier in de Europese hoofdsteden heel goed moeten beseffen. Maar dat... Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom de Europese Unie zo ontzettend belangrijk is. Ik bedoel, 30 jaar geleden was de Europese Unie by far belangrijker dan China. En nu denken ze daar echt wel anders over in Washington. Ja, en die panelen die schuiven ontzettend snel. Dat zijn natuurlijk het lijkt erop dat we dat in Europa niet altijd goed bijhouden. Dat zijn natuurlijk twee tektonische platen die elkaar geraakt hebben in de afgelopen jaren. De ene is dat de EU drijft op een keurige diplomatieke verhouding tot elkaar, tot andere landen, tot andere landen buiten Europa. Versus Trump die niet die special interest groups heeft, die niet die diplomatie heeft en die daarmee eigenlijk ook een beetje heeft laten zien dat Europa zich best makkelijk laat overrompelen zodra iemand buiten die spelregels gaat staan. En dan ook nog eens een punt maakt dat die 2%. Geen special interest groep, dat ga ik niet helemaal met je mee. Ik bedoel, die kopen we niet helemaal. En Europa keurig gedragen. Europa gedraagt zich zo keurig dat we denken dat ze met het opgeheven vingertje de hele wereld te leggen kunnen leven. Ja. En geen realpolitiek meer kunnen bedrijven. Maar Trump, daar hebben jullie net ook al over gehad, een zeer grote aversie tegen het naar het buitenland sturen van troepen. Veel grotere aversie dan zijn voorgangers. Maar de Europese Unie is helemaal niet in staat om ook maar enige macht naar buiten te projecteren. En ik vind dat je dat... Kijk, wat we het moeilijk vinden met Turkije... Hoor ik je nou zeggen dat je een Europees leger wil? Nee, ik wil geen Europees leger. Oh, nee. Maar het feit dat we nog geen sancties kunnen nemen tegen Turkije... na alles wat er gebeurd is, is toch vrij bizar. Ja. Ja, het feit dat we maanden vergaderen wat we met Wit-Rusland moeten... hou nou toch op. Ja. Dus echt waar, er is nog wel een heel spectrum tussen een Europees leger... En alleen denken dat je met zakken geld naar het buitenland moet gaan als je iets moet bereiken. Is er met te veel dédain uit Europa naar Trump gekeken? Wat zeg je? Is er met te veel dédain vanuit Europa naar Trump gekeken? Ja, ik denk dat wij soms wel met een beetje dédain naar Trump gekeken hebben, ja. Heb jij een voorkeur? En wat je net zei, ik heb wel een heel klein beetje gemist hoe die vredesakkoorden met Israël hier in het nieuws gekomen zijn. Als je geopolitiek ziet hoe die dat geflikt heeft, nou ja, best knap. Ja. Ja. Als wereldmacht moet je ook een beetje... Ik vind het interessant dat de afgelopen maand op televisie er soms een iets genuanceerder beeld is waarom een aantal mensen Trump gesteund heeft. Want wat je ook gaat zien vandaag, zowel Biden als Trump zullen ver boven de 40% scoren. Dus het is niet zo dat ze een kleine minderheid zijn. In hun land. Ze vertegenwoordigen allebei een behoorlijk grote stroming in hun land. Ja. En er is wel eens net gedaan alsof die mensen het nergens verdelen. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. Nee, klopt. Ja, zeker in de eerste jaren van Trumps president. Hij gaat over Martijn van Helden te trappelen, maar die zie je niet in beeld, omdat hij 1,5 meter afstand moet houden. En erger nog door het alcoholverbod op 0,0 Heineken zitten vanavond. Oh, ja. Nou, wij niet hoor. Volgens mij is die geïnteresseerd in Ajax en Nederland, maar ja. Sinds Fortuna Sittard zijn favoriete club het niet zo goed doet. toch Martijn? Ja, absoluut. Laat hem even komen. Ja. Martijn van Helvert... Maar dat was niet het laatste half uur, dus dat was het verkeerde half uur. Maar de heer van Helvert is jullie Atlantische specialist, zeg maar. Hoe kijkt... Hij is voorzitter van de Nederland-Amerikaanse vriendschapsgroep... die persoonlijk opgericht heeft. Ja, precies. Waar je ook met veel dédain naar gekeken heeft. Omdat het veel belangrijker om een vriendschapsgroep met Duitsland te hebben... waar ik dan weer voorzitter van ben.
Maar het is heel lang gedaan alsof wij geen banden met Amerika nodig zouden hebben. En hij heeft ook gewoon persoonlijk opgezet. En wat je verder ook vindt, dat lijkt me best wel belangrijk voor ons. En hoe kijkt hij aan tegen die powerplay van Trump over die 2% norm? Goedenavond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Sorry. Kijk, een zachte G, dat horen we graag. Ja. Nee, dat klopt. Inderdaad, de vriendschapsgroep, dat heeft nog wat voet in aarde gehad. Want de voorzitter was eigenlijk vooral bang dat het veel geld ging kosten. Omdat we een paar keer naar Amerika zouden willen vliegen. Terwijl we eigenlijk veel meer moeten kijken wat heeft dat op. Overigens zijn we nog geen enkele keer naar Amerika gevlogen. Maar dat al zeiden. Maar toen hebben we uiteindelijk toch maar gewoon een resolutie of een motie ingediend in de Kamer. Dat durfde niemand nee te zeggen. En nou is het er gewoon. Maar wanneer gaan we het ophoesten? Want dat is natuurlijk weer vers 2 van zo'n verhaal. Ja, daar moet wel de wil voor zijn. En ik moet zeggen, dat schuiven de panelen wel enigszins. Ik denk dat je bijvoorbeeld 8 jaar geleden keek en je zei er moet meer geld naar Defensie. Dan werd je uitgelachen. En nu mag je dat op zijn minst weer zeggen zonder dat iedereen boos naar je kijkt. Dat wil nog niet zeggen dat alle partijen ook boter bij de vis doen. Hè? Je zag in de vorige verkiezingen bijvoorbeeld dat de SPP vindt dat altijd. De VVD zegt het altijd en het CDA zegt het altijd. Maar als je dan kijkt wat hebben partijen daarvoor over in het verkiezingsprogramma. Dan zie je dat bijvoorbeeld de VVD weer wegzakt. Omdat die altijd hun partijprogramma laten doorrekenen. En daar wordt een investering in het leger niet gezien als iets wat bijdraagt aan de maatschappij. Dus dat gooien we heel slecht. Dus je moet het wel echt ervoor over hebben. Eigenlijk je investering in defensie is heel belangrijk. Zoals je ook bijvoorbeeld een verzekering in je eigen huis of eigen gezin betaalt. Dat is ook heel belangrijk. Maar je krijgt daar niet direct iets heel veel voor terug. Het is niet dat mensen zeggen klappen van nou dat is fijn dat we flink geïnvesteerd hebben in defensie. En wat nu? Veiligheid is er altijd in de mensen. Je komt nu heel snel in de buurt inderdaad van het cliché dat je je dak moet repareren als de zon schijnt. En in een vrij land hebben we een behoefte aan een leger. Het staat niet heel hoog bovenaan de lijst als je denkt dat je in vrede en veiligheid leeft en blijft leven. Nee, dat klopt. We betalen eigenlijk 1,75 euro per persoon per dag. En daarvan vinden we dat iedereen veilig moet blijven. Voor dat geld sturen we onze beste mensen naar de gevaarlijkste plekken van de wereld. Ja. En we vinden het heel lastig om daar iets bij te doen. Terwijl bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 1% van het budget dat we aan zorg uitgeven. Dat zou zorgen dat we heel ver boven de 2% uit zouden stijgen. Maar even terug naar de situatie van vanavond, de Amerikaanse verkiezingen. Heeft u zelf een voorkeur en wie denk je dat er gaat winnen? Wie ik denk dat gaat winnen. Nou, als je de cijfers bekijkt, dan zou je zeggen dat. Want je weet natuurlijk niet precies. Kijk, laat ik zo zeggen, er zijn een aantal staten, daar kun je van zeggen. Die zal waarschijnlijk sowieso door Biden gewonnen worden. En die zal waarschijnlijk sowieso door Trump gewonnen worden. Als je die nou naast elkaar zet, zou je kunnen zeggen dat Biden er het comfortabel bij zit. En dat Trump van die swing states echt het meeste moet winnen. Aan de andere kant dachten we dat de vorige keer ook. Dachten we ook met alle hier in Nederland. Hillary gaat dat winnen. En dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Je hebt ook nog zo de shy stemmers. Die altijd als ze op het werk zijn netjes zeggen dat Trump is toch verschrikkelijk. Het is toch verschrikkelijk. Totdat ze in een stemhokje staan en toch op Trump stemmen. In hoeverre wordt dat meegenomen in die polls? Dat proberen ze wel. Maar ook dat bleek vorige keer niet voldoende. 4 jaar geleden hebben ze zich daar grondig in vergist inderdaad. Ja. En dit jaar lijken ze iets meer rekening mee te houden. Maar goed, het maakt het des te onvoorspelbaarder. Ja, je ziet, als je kijkt wat de media hier in Nederland uitzenden over de Verenigde Staten. Dat is niet gelijk als in Amerika. In Amerika heb je echt ook een polariserende media. Weliswaar polariserend, maar dan kun je in ieder geval allebei de dingen kijken. Nou, hier, als je gewoon op NPO 1, 2 en 3 kijkt, zul je het algemeen programma's zien, ook de praatprogramma's die we hebben, die natuurlijk van buitengewoon hoge kwaliteit zijn. Maar over het algemeen zijn die allemaal toch heel erg CNN gericht. En dan zul je altijd de meest positieve dingen over de democraten vertellen. Ja. Die kwaliteit heb ik niet gezien. Bij de NPO. Oh, sorry, ja. Die heb ik niet gezien. Maar ik misschien... ben ook een politie. Ik heb natuurlijk geen verstand van tv-programma's. Ja. Ja, ah. Wij hebben een complete eigen studio neergezet om maar niet naar de NPO te hoeven kijken vanavond. Dus, Nee. Nee. Ik moet zeggen, dit is een fantastische studio. Ja, ja, dank je wel. Dat is de advocaat. Ik ben een cabaretier. Dat is Peter R. de Vries. Ja, dat zit wel nodig. Maar wat misschien wel goed
goed is om te weten, is dat de vanzelfsprekendheid waarmee we altijd gedacht hebben dat Amerika wel uiteindelijk naar Europa toe zal trekken, dat dat echt gaat veranderen. En dat komt door de demografie ook. Hè? Dus niet alleen door de economische verschuiving richting Azië of Zuid-Amerika, maar ook het aantal mensen dat van familiaire band of historische band iets met Europa heeft, dat wordt gewoon statistisch gezien steeds kleiner in Amerika. Dus het is logisch dat de groep Latino's steeds groter wordt, dat de scope van Amerika op een gegeven moment sneller naar Zuid-Amerika gaat dan we gaan spreken naar Europa. Ja. Dus des te meer reden dat zo'n parlementaire contactgroep nu wordt opgezet en niet over bijvoorbeeld 15 of 20 jaar. Juist. Ja, interessant. Klinkt inderdaad heel logisch en rationeel. Ja. Mogen wij jullie allebei danken voor jullie tijd en het even inbellen bij ons. Wordt zeer op prijs gesteld. Ja. En veel plezier met kijken verder. Ik weet niet hoe lang jullie het kunnen volhouden of hoe laat je het kan maken. Hoeveel staat Ajax? Dat weet ik niet. weet ik ook nog niet. Jongen, weet niemand wat Ajax staat. Maar niet hier in de studio. Ajax staat met 2-1 voor, maar het gaat niet echt stop. Oké, zijn we daar ook van op de hoogte. Bedankt. Dank u vriendelijk en een fijne avond nog. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ik hang hem voor de vorm hang ik hem op. Leuk. Ja, leuk dat Pieter en de heer Van Helvoort, want die ken ik niet zo goed. Toch zeg je ik ook hoor, tegen Van Helvoort en je tegen Pieter. Pieter kennen we al iets langer inderdaad. Ja. Die heeft hier ook in de studio gezeten natuurlijk. En de heer Van Helvoort zit ook aan een iets conservatievere kant bij het CDA. Die zit er iets steviger nog in het christenzadel, zeg maar. Pieter is meer hands-on, praktijkgericht. Ja. Dus ik vond het wel interessant wat Pieter zei over dat het niet bereikbare van, of dat Trump het niet bereikt heeft, misschien wat hij heeft voorspeld of voorzegd voor de allerarmste of wat dan ook. Hè. Trump zelf zegt altijd, ik heb er wel van alles aan gedaan. Maar het deed me erg denken, dat schoot me te binnen. Ja, het is volstrekt oninteressant verder. Maar je had vroeger een boek van Harrington, dat heette The Other America. En dat ging er juist over dat al die presidenten voor, zeg maar voor Roosevelt, die hadden niet gezien wat er eigenlijk in Amerika aan de hand was. Een enorme werkeloosheid, et cetera, et cetera. En daarom moest Roosevelt met die New Deal komen. En ik denk dat dat nou weer aan de hand is. De volgende president, of het nou Trump is of Biden, die zal met een nieuwe New Deal moeten komen. Dat is interessant. Ja. Wat ik interessant vond, wat hij die laatste, ik ben even zijn naam kwijt. Martijn van Helvoort. Ja, Martijn van Helvoort. Ja, dat hij had het over de media, hè, dat, en over de Nederlandse media, maar ook over de Amerikaanse media. Amerikaanse media is iets meer in balans, omdat je daar Fox hebt. In Europa en hier, vooral in Nederland, zijn de meeste Nederlanders voor democraat. En ook de meeste, dat zie je ook terug, in de in de televisieprogramma's. Oh, kijk eens wat een verrassing. Wat er nu komt. Miss America zelf. Donuts van Wonder Woman. Donuts. Dank u wel. En ik weet niet of we die instart klaar hebben staan. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden om even te kijken. Heel graag, denk je. Naar die Amerikaanse televisie. Hoe eigenlijk dat die beeldvorming van Trump de afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden. En dat begint met zijn overwinning, met zijn overwinningsspeech, Make America Great Again. En dan geleidelijk aan zie je hoe die Amerikaanse televisiestations daarmee aan de haal gaan. Ja, we hebben daar inderdaad een clipje van. Dat is een supercut, was het van 3 minuten. Daar hebben we een stukje uitgeknipt. Die hebben ze klaarstaan, die mag nu ingestart worden. He said today, America first. It was not just the racial, I shouldn't say racial, the Hitlerian background to it. It was an America first committee. They were infiltrated by the Nazis. Many of them were anti-Semitic, and part of why they weren't alarmed by Hitler's rise in Germany. Outside of the Civil War, World War II, and including 9/11, this may be the most cataclysmic event the country's ever seen. But he's just disgusting to look at. He's obese. He's one of the repulsive physically looking human beings I've ever seen. Absolutely no morals. Who's a bully, who acts like a bigot and a racist, and is a sexist and a sexual harasser. The case for impeachment has never been stronger. The evidence never so riveting. Are you suggesting that President Trump should face impeachment? Another member of Congress wants him impeached. There's growing talk, at least, about impeachment. What is your case for impeachment? The first day of public testimony in the impeachment inquiry, opening with a bombshell. We got the bombshell. A bombshell. 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 One bombshell after another. Bombshell after bombshell. We're bracing for potentially an explosive opening statement. Explosive week is...
most explosive thing. This is a slow motion explosion. From a journalism point of view, Donald Trump is a brain eating disease. How stupid can you be? This president has radicalized so many more people than ISIS ever did. Dit is zo fantastisch gewoon. Ja, dit is natuurlijk heel mooi achter elkaar gezet, hè? Maar van bombshell after bombshell. Maar dit is dus Amerikaanse televisie. Dit is CNN vooral en MSNBC, twee linkse zenders. Ja. Die enorme bijdrage hebben geleverd de afgelopen 4 jaar om van Trump een monster te maken. En dat blijven ze mee doorgaan. Wat dat betreft zou het jammer voor hun zijn als Biden het wordt. Want dan missen ze natuurlijk hun target. Ja, ja. Maar... Wij hebben dat beeld van Biden, van Trump ook natuurlijk, dat het een monster is. Maar dat komt ook door de media. En dat komt ook omdat wij oppikken, het werd net ook al gezegd, wij pikken CNN op. Wij denken dat CNN nog steeds het CNN is van de Golfoorlog. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar vindt wel een enorme hoeveelheid propaganda plaats. Het ergste is natuurlijk dat ze zelf niet het idee hebben dat ze propaganda maken. Zij denken echt dat ze iets aan het bestrijden zijn dat bestreden moet worden. Er is vanaf het begin van zijn verkiezing nooit een moment geweest, voor mijn gevoel, dat de media geaccepteerd hebben dat deze man democratische verkiezingen in een democratisch land gewonnen heeft. Ja. Hij was vanaf dag 1 fout, vies, dik, obese, nazi, verzin het maar, ze hebben het hem genoemd. Ja. We hebben dat hele Rusland debakel gezien, dat dossier waar tot niks leidde, waar de een naar de ander zich op stuk beet met hun bombshells. En nooit heb je daardoor als kijker, als nieuwsconsument het gevoel gehad dat je eerlijk werd voorgelicht, dat je als een verstandig mens werd behandeld, dat je je keus kon maken, dat je zo'n man ook goed kan vinden. Ik ben geen fan, nooit geweest. Ik weet niet waarom ik dat altijd disclaimer, maar ik wil het toch altijd even zeggen. Maar de manier waarop de media met die man omgegaan zijn, hebben ook nooit een goede kans gegeven om... Ja, maar dat zegt ook iets over de journalistiek natuurlijk. Ja. Ik heb bij CNN zit echt een held van mij, die Anderson Cooper. Die vind ik geweldig kunnen formuleren. Maar die man die is echt al 3 jaar elke avond van 12 tot 1 of van 1 tot 2 explodeert hij. Ja, als het over Trump gaat. En dat geldt voor Van Jones. En dat geldt voor Don Lemon. Ja. En dat geldt voor, hoe heet die vrouw? Absoluut. Die, Aaron Huppeldepup. Burnett. Burnett. Die wordt ook echt bijna te huilen, weet je wel. En ook die Cuomo. Vroeger, nou in New York is hij de burgemeester, geloof ik. Of zijn broer is senator. Of gouverneur. Maar het is ongelooflijk dat je als journalistieke organisatie je eigenlijk tot doel stelt om deze man het zo vroeg mogelijk ten val te brengen. Hè. Ze hebben met die impeachment geprobeerd natuurlijk heel lang. Die man heeft heel veel schandalen aan zijn broek gekregen. Zogenaamde schandalen ook. En nu is het natuurlijk vooral alle ballen op Biden. Het is natuurlijk ook zo dat de echte schandalen van Trump, zijn zelfverrijking, een van de recent nieuwsberichten is dat hij tijdens zijn presidentschap miljoenen heeft uitgegeven aan zijn eigen Trump Organization in Mar-a-Lago, in Florida, aan zijn Trump hotels. Ja. Al zijn staf, zijn mensen hebben allemaal in zijn hotels geslapen. Ja, zijn familiebedrijven die gesteund worden. Ja, en dat soort dubieuze dingen zijn natuurlijk, die moeten wel degelijk aan de kaak gesteld worden. Maar er hing steeds een mist van collusion voor, wat allemaal niet waar bleek te zijn. Waardoor het ook moeilijk wordt om te geloven dat anderen beschuldigd zijn. Maar de aversie die je daar ziet, dus mensen zegt, look at him, what a disgusting guy, weet je wel. En die gewoon die walging over Trump, dat spat van het scherm af. Maar dat werkt erop tegen. Dat werkt tegen. Dan hebben mensen er ook helemaal die denken, ja god, dat zal die. Heeft hij zijn dochter, heeft hij dan een paar bedrijven gegeven? Zou ik ook hebben gedaan als het mijn zoon was. Weet je wel, dat is de mentaliteit die je krijgt. Ja. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat wanneer Trump 1 zo'n dingetje had gedaan, dat hij dan weg had moeten zijn. Maar dat gebeurde niet. Ze hadden al te veel haat tegen hem, te veel agressie. Ze vonden het niks, te veel leugens die erbij werd gehouden. En dan wordt het ook niks meer. Dan gaat het helemaal dood. Ja. En dan wordt hij eigenlijk een bad boy. En dan gaat men hem bewonderen omdat het een bad boy is. Ja, dan wordt hij weer leuk. Hij wordt weer een bad boy. Een hele simpele, lullige anekdote vandaag uit Amsterdam zelf. Amsterdam.nl had een interview met een Amerikaan die hier bij Boom Chicago, volgens mij, club werkt. En dat was een interview wat gewoon bol stond van de Trump-haat en van de als Biden maar wint, wens denken. En mijn eerste gedachte is dan, deze gemeente, Amsterdam.nl, gemeente Amsterdam, hoort zich als gemeente neutraal op te stellen. En juist deze gemeente pretendeert inclusief te zijn. Dus inclusief betekent dat je ook een Trump-stemmer moet kunnen zijn in deze stad, denk ik dan. En dan krijg je weer zo'n interview onder je neus waar gewoon in staat van Trump bad. Alsof wij er überhaupt iets over te zeggen hebben.
En maar dat smaakje zit overal. En dan kom je dus steeds, dan kom je bij wat jij inderdaad bad boy noemt. Dan denk ik van ja, dan vind ik die Trump eigenlijk toch. Dan neig ik er gewoon naar om dat dan ook gewoon een soort middelvinger op te steken. Zeg, als je me zo bevoogdend gaat toespreken, ja, dan hoop ik dat hij gewoon nog een keer wint. Dat gevoel krijg je daarvan. Ja, precies. Ja. En het is nu zo dat de keuze tussen Biden en Trump is een keuze tussen, wat ik dan wel eens heb genoemd, een mensch en een onmensch. Dat is dus een je gaat nu wel ethische... heel dicht naar de nazi-retoriek, hè? Ja, heel dicht. Maar dat is dus een ethische keuze aan het worden. Weet je wel, jij bent voor Biden, dan ben je goed, dan ben je zo. Ja. Jij bent voor Trump, sorry. Dan deug je niet. Dan sta je achter racisme. Dan ben je een beetje een nazi. Dan deug je niet helemaal. We maken dat natuurlijk al mee sinds Fortuyn. Daarvoor misschien zelfs al deels met Jan Maat. Maar zeker met Fortuyn. Daarna met Wilders. Ja. Nu met Baudet. Ja. En allemaal maken ze fouten, dat hele rijtje namen. Maar allemaal niet zo heftig dat ze de hele dag fascist genoemd moeten worden. Wat sommige media wel ook hier de hele tijd doen. Ja. Ja. Ik geloof dat ik dat laatst ook heb gedaan. Nou ja, over de nummer 7 op de kieslijst. Ja. Ja, ander onderwerp. Maar even een bruggetje naar een filmpje wat jij wilde laten zien. Ja. Over hoe Trump ook veel afkeer oproept bij mensen. Hij had corona, hij kreeg COVID. Ja. En hij heeft een paar dagen in het Walter Reed ziekenhuis gelegen. Ja. Of in Washington, sorry. En hij kwam thuis met de Marine One, de helikopter van de president. En daar maakten ze een soort Michael Bay-achtige presentatie van. Kunnen we die even instarten? Ja. Hij stopt nu, ja. Ik vind dit een geweldig filmpje. Wie heeft het gemaakt? Het Witte Huis. We weten niet wie het gemaakt heeft. Ik vind het een geweldig filmpje. Dit is namelijk een mythe wat je hier ziet. Hij voldoet ook aan die mythe. Hè. Het is God die uit de lucht komt en die komt helemaal terug. Het zit helemaal in de Amerikaanse Western-serie. Iedereen zei, dat is fascisme, het is Leni Riefenstahl. Ja, maar Leni Riefenstahl was wel een hele goede film. Er mag wel een fasciste geweest zijn en een nazi, maar ze kon wel filmen. En dat gebeurt hier ook. Dit is kitsch. Ja. Van een geweldige Amerikaanse kitsch. Het zit helemaal in al die Amerikaanse films. Dit is een fragment uit een Amerikaanse film. Ja. Maar wat ik zei, Michael Bay, het zijn ook net geen helikopters in formatie. En je krijgt je een goed gevoel bij. Hè? Je krijgt, terwijl er zo'n 73-jarige man uitstapt. En dan doet hij ook nog heel theatraal, ook mythisch weer. Echt mythisch. Hij rukt zijn masker af. Hij laat zich in alle eerlijkheid als een god bewonderen. Hij is van een heuvel afgekomen. Mozes komt van de berg. En die heeft iets meegenomen waardoor wij gered kunnen worden. En zijn gebod was, laat je niet bang maken door deze ziekte. Kijk, ik ben oud. Ik heb hem overwonnen. Ik heb het overwonnen. Dat is geweldig. Dat kan zo in. Kijk, iedereen die zit te kijken, die... Vooral die mensen om wie het gaat, zal ik maar zeggen, die vinden dit geweldig. Wij kunnen wel zeggen, het is vreselijke kitsch. Het is afgrijzelijk, wat doe je nou? Ja, maar wie dit bedacht heeft... De film Transformers 4, die overigens niet meer van Michael Bay is volgens mij, maar dat is ook afgrijzelijke kitsch. En toch kijk je daar met veel plezier naar. Het is popcorn die je naar binnen slurpt. En dat is wat Trump natuurlijk heel goed... Trump neemt niet de middenklasse en daaronder voor lief. Die weet precies welke toon die moet spreken. Ja. Ik ben zelf ook vaak in Amerika geweest en dan gaan we vaak naar de bioscoop, want het is gewoon een ontzettende leuke belevenis. Amerikanen leven mee met de film in de bios. Ja. Zonder dat je de hele tijd denkt, waarom zitten de mensen achter me doorheen te praten? Ze doen mee. En hoe platter en kitscheriger de film is, hoe leuker de sfeer in de zaal. En dat is wat Trump aan weet te spreken. Ja, wij hadden een hij film... is de Marvel Universe van de politiek. Nou, absoluut. Wij hadden met interview, werd in Amerika gedraaid met Steve Buscemi. En daarom gingen wij naar Amerika toe. Moet ik even vertellen, want wat ik daar ontdekte, vond ik zo goed. We gingen boodschappen doen in een mall. En ik had een kaart om dat ik vrij het filmfestival in en uit mocht lopen. En iedereen die kaart zag, dat ik was dan de schrijver van het verhaal. Dat stond er ook bij, scenarist. Nou, ze vielen nog niet op hun knieën, maar ze vonden het geweldig. En een van die mensen daar, die verkocht nota bene schoenen, die zei tegen mij, ja, kijk, er zijn hier toen we in Amerika kwamen, toen sprak ik geen Engels. Ik sprak geen enkele taal, behalve mijn eigen taal. En dat was Russisch. Hoe die daar kwam, weet ik niet. Maar er was één ding waarin ik het met mijn vriendjes en mijn buren en zo over kon hebben. En dat was de film. De film was de cultuur die ons bond. De film was waar we allemaal naartoe gingen. En die speelde een grote rol in ons leven. Dat begreep ik toen pas. En dan begrijp je ook meteen waarom dit een enorme impact heeft
op de mensen. Of het werkt, weet ik niet voor hun. Of ze nou gaan zeggen, oh nou, mooi zeg, nu ga ik Trump stemmen. Dat weet ik niet. Maar ik zag wel dat het van grote culturele waarde was voor zijn achterban. Ja, en het, nu even terug naar het filmpje wat je net liet zien. Dat stipte Roderick net ook al aan. Corona, een Amerikaan wil geen bemoeienis van de overheid. Die wil zijn eigen weg gaan, die wil zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Die heeft een gun achter de voordeur staan. Als iemand op zijn erf komt, dan schiet hij hem eraf. Ja. Dus als er een corona over jouw erf of grens waait, dan denk je, dat los ik zelf wel op. Daar heb ik geen overheid voor nodig. En in Nederland zijn we natuurlijk, we kijken allemaal heel braaf naar al die persconferenties. En je ziet heel veel mensen zeggen van meer lockdown, strengere regels. Geen discussie hier of dat goed of slecht is. Maar in Amerika, ik denk dat we onderschatten hoezeer Amerikanen dat graag zelf willen. Ja. En dat dus hem wel in dat zo'n filmpje, dus dat is mijn punt, dat zo'n filmpje wel in zijn voordeel werkt. Ja, ja, maar je moet ook niet vergeten dat Trump ook wel heel erg onder zijn neus wordt gewreven dat hij 200 doden op zijn naam heeft 200.000, staan. 200.000, ja. 200.000, sorry. 200.000 doden. Vietnam wordt erbij gehaald en andere veldslagen. Ja, ja. Dus op een of andere manier zijn tegenstanders, die denken daar anders over, Bart, denk ik. Die denken van nou. Zijn tegenstanders wel, maar er zijn potentiële kiezers. Nee. En de gemiddelde Amerikaan. Ja. Die denkt misschien, ik wil het graag zelf beslissen en ik wil wel of geen mondkapje of ik wil mijn eigen corona lockdown of mijn eigen corona vrijheid. Ja. Maar hij heeft nooit gezegd van u hoeft geen afstand te houden. Hij houdt het zelf niet, maar dat heeft hij wel gezegd. Het enige waar het nou steeds op neerkomt en ook bij Joe Biden, dat is dat verdomde rot mondkapje. Wat ik ook, ik draag het ook, maar dat is bijna het enige. Terwijl wij zelf hier in Nederland, nou, ik geloof dat Jaap van Dissel het nog steeds idioot vindt dat wij een mondkapje moeten dragen. Snap je? Dus dat. Ja. Nou ja, er zit er iets meer bij, namelijk dat Trump heeft zelf ook toegegeven dat hij het in het begin heeft gedownplayed. Hè. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk de bevolking niet in paniek brengen. Ja, daarmee heeft hij waarschijnlijk toch ook de urgentie van de zaak niet helemaal helder over het voetlicht gebracht. En dat wordt hem nu erg verweten. Ja. Een aantal andere dingen wel goed gedaan. Over de COVID heeft heel snel heeft hij het vliegverkeer uit China stilgelegd. Maar dus is dat verwijtbaar? Ja, dat is de grote vraag. En dat is eigenlijk, het is een beetje een referendum over de corona-aanpak. Nog een hele flauwe is dat de grootste uitbraakhaarden waren vaak een beetje liberal-leaning, dus democratische steden en niet zijn rood gekleurde platteland. Dus hij had ook nog een soort opportunistische keuze om het allemaal een beetje maar te laten gaan. Ja, misschien wel. Maar hij van een president wordt in zo'n crisis toch wel verwacht dat hij in ieder geval een paar lijnen uitzet en in ieder geval niet wegduikt en probeert de boel te sussen van jongens, er is niks aan de hand. Ik parallel met Katrina, dat er een ramp gebeurt, dat accepteert iedereen. Maar het gaat erom hoe de overheid volgens zo'n ramp aanpakt. En bij Katrina, de overstromingen in 2005 uit mijn hoofd in New Orleans, in Louisiana. Ja. Ja. Die werden heel slecht door de overheid opgepakt. Dat zou dus zijn waar Trump dan wel op afgerekend kan worden. Dat er toch 200.000 mensen dood zijn. Dat er nog niet echt een einde in zicht lijkt. Als hij verliest, als Trump verliest, komt dat door COVID. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. En niet omdat het de economische gevolgen. Niet omdat het een kitscherige fascist is. Nee, dat denk ik niet. Want het natuurlijk, het is zo'n wonderlijke man. Ik kan maar één voorbeeld bedenken, dat is keizer Nero. Daar is het slecht mee afgelopen, maar daar doet hij mij aan denken. Niet aan Hitler, maar gewoon Nero. Ik krijg ook een krankzinnige man die eindigen op krankzinnig. We gaan zo meteen wisselen. Daar komen twee echte krankzinnigen. Ja, maar over krankzinnig gesproken. Als Trump verliest vannacht, gaat hij dan weg zonder slag of stoot? Want dat is natuurlijk ook iets wat mensen. Nee, hij gaat niet weg zonder slag of stoot. Absoluut. Dat heeft hij aangekondigd dat hij dat. Dat is een geweldige zin. Either-or constructie. Mm-hmm. Either I win. Or het is rigged, weet je wel? Dat is natuurlijk, Nee, ik denk daar heel anders over. Ik denk dat het inderdaad dat het een beetje toneelspelen is van hem. Die vraag wordt hem namelijk voortdurend ook gesteld in de persconferentie. En dan zie je hem bijna genieten van de twijfel die hij kan achterlaten. Van, ik weet het nog net zo niet. Maar er is natuurlijk werkelijk niemand. Als die man in dat Witte Huis blijft, er hoeft maar twee politieagenten te komen om eruit te halen.
echt werkelijk. Die man gaat er gewoon uit. Er is helemaal niks aan de hand. Hij heeft vanavond nog gespeculeerd. Hij zei, weet je, het is makkelijk om te winnen. Het is fijn om te winnen. Maar om te verliezen is heel vervelend. Ja. En hij calculeert dat in. Ik geloof dat hij gewoon weggaat. Als het kan, gaan ze sue them. Hij zal alles in het werk stellen om daar te blijven. Alles in twijfel trekken. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja, tenzij er toch wel een beetje duidelijk uitslag komt. Ja, maar dan moet het een hele duidelijke... En dat gebeurt dus niet. 100 stembiljetten zijn er al ingeleverd. Hè? 100 miljoen. Sorry, 100 miljoen. Ja, 100 miljoen. Als we op een high note willen eindigen, is het wat feest van de democratie betreft. Mensen gaan wel stemmen. Ja, ja, in verkiezingen waar notoire lage opkomsten zijn. Ja. De laatste paar. Ja. Het is jammer, want er valt ook wel veel over die democratie daar te zeggen. Maar we moeten ermee eindigen. Maar daar gaan we misschien straks over verder. Okay. Want er komt nu een volgend blokje. Dan heb ik veel te snel gedronken. Oh, nou neem die fles maar mee. Ja. We gaan nog verder. Is er nog een tweede hier? Dat zou me verbazen. Wij gaan dit hok verlaten. Ik weet niet welk instartje er komt.